Ik had een goede start. Ik zat mee. En toen reed ik eigenlijk al vrij gauw lek. En ook echt ver van de post. Dus ik heb echt een halve ronde op een lekke band moeten rijden. Nou ja, wanneer je dan eindelijk weer een nieuwe fiets hebt, moet je dat echt wel even bekopen. Want dat kost echt wel veel krachten. Maar ik kwam er daarna wel echt heel gauw weer in. En toen merkte ik al dat ik toch weer vrij snel richting de top 5 reed. Het was heel even twijfelen omdat ik Ryan en Zweek in het wiel had. Dus ik dacht, ja, ik moet die ook niet terugrijden naar Lars en Pim. Maar ik kon ze vrij snel echt wel op een gaatje rijden. En toen reed ik naar Lars en Pim toe. En toen was het even een onderrondje met z'n drieën. Maar het was denk ik wel op dat moment prettig dat we echt met z'n drieën waren. We hadden niemand meer echt voor ons waar we naartoe konden. Niemand achter ons. Dus we konden het gewoon onderling wel uitvechten. En uiteindelijk was ik dan tweede. Hoe is dat met je eigen ploegmaats te battelen? Is dat vreemd? Nou ja, we doen het op training vaker natuurlijk. Dus het was bijna een training wat dat betreft. Ik heb daar geen bijzondere of speciale gevoelens dan bij verder. Ik probeer gewoon maar mijn eigen cross zo goed mogelijk te rijden. En die jongens ook. En dat is het ook echt. Er werd jou net ook gevraagd, het wereldbekerklassement. Ja, Eli heeft opgegeven vandaar, dus jullie komen plots een heel pak dichterbij. Ja, toch nog wel 25 punten hoorde ik. Dat is eigenlijk echt wel veel om dat alsnog in te halen. Voor mijn... Zelf was ik echt bezig met de superprestige klassement. Daar sta ik nu tweede. Die hoopte ik echt te behouden. En eigenlijk de wereldbeker was ik zelf niet heel erg mee bezig. Natuurlijk, nu hoop ik gewoon top 3 te eindigen. Vandaag ook cross in eigen land. Is dat nog iets speciaals? Ja, merk ik toch wel. Je merkt toch dat er allereerst ook wat bekenden komen. Die horen dan, het is in Nederland. En dan denken ze, oh, dat is lekker dichtbij. Maar het is voor hun natuurlijk ook nog best een eindje rijden. Ik merk toch wel dat er dan net wat meer Nederlanders zijn die op de foto willen en komen kijken. Ja, want Mathieu die had een negatieve aanvaring met het publiek. Hij heeft een hele crossboer opgekregen, zei hij. Je hebt daar niks van gemerkt? Nee, echt helemaal niet, eerlijk gezegd, nee. Oké, dankjewel.